De burgemeester van Dijklaan blijft wegens werkzaamheden tot september volgend jaar afgesloten voor het doorgaande verkeer. Buurbewoners klagen. Zij denken dat de klus veel sneller geklaard kan worden. De gemeente Capelle aan de IJssel ontkent dat. Naast de rotondes doen we ook nog heel veel andere werkzaamheden om alles in één keer uit te voeren. We gaan onder andere, zijn we begonnen met het vervangen van het riool, dat is 600 meter riool. En we gaan twee duikers vervangen, die hebben we inmiddels vervangen. We gaan ook een fietstunnel, daar gaan we groot onderhoud aan uitvoeren. We gaan de openbare verlichting gaan we vervangen. En we gaan ook nog het asfalt op de Burgers van Dijk in zijn geheel opnieuw asfalteren. De bouw van rotondes is een specialistische klus, zegt Dirk van de Heuvel. De projectleider van de gemeente Capelle aan de IJssel legt uit dat er veel voorbereidende werkzaamheden nodig zijn. De rotonde bij de Herenburg wordt een speciale. We gaan daar een fundering onder maken, zodat die niet meer zakt en dat de leidingen van de stadsverwarming een zettingsvrije ligging hebben. De rotonde op het Beatrijserf gaat op 3 januari open. De rotonde op de Herenburg gaat pas eind augustus open. Tot die tijd blijven de omleidingen van kracht.